Hola, welkom bij weer een nieuwe video van Twin Flame Rollercoaster Live. Ik ben Natasja en het is vandaag Twin Flame Tuesday, 4 mei 2021. Nou, ik denk dat jullie al wel kunnen raden waar ik het over ga hebben. Dat hebben jullie ook al gezien. Over de Engelenpoort van morgen. De energie namelijk van de Engelenpoort is ontzettend mooi, ontzettend krachtig. Zet ons aan tot de grote veranderingen, big changes in jezelf, maar ook in je buitenwereld. Kan ook met je trainingsziel te maken hebben. Ik weet niet waar jij bent in je proces. Dat is voor iedereen weer heel persoonlijk. Maar Mercurius hoort bij het getal 5, de planeet van de communicatie. Hè, het kan zijn als jij op wat al een diepere laag aan het helen bent, met of zonder jouw tweelingziel in jouw buitenwereld, kan het zijn dat jouw tweelingziel in de buitenwereld qua communicatie dichterbij je komt staan. Ik kan dat niet zo per persoon zeggen, dus hou me daar even op de goede, maar het is een energie die ik aanvoel voor degene die op dit moment kijken wat al zo binnenkomt. Ik heb voor vandaag alvast 5 kaarten gekocht om het getal 5 daar even mooi in te houden. Ook een beetje inspirerende boodschappen voor deze dag. Want wat ik net al zei, er gebeurt zo ontzettend veel in het tweelingzielencollectief. En per persoon is dat zo verschillend. Weet je, de een herbeleeft bijvoorbeeld vorige levens heel erg sterk op dit moment met je tweelingziel. Hè. Dat kan door middel zijn van dromen, tekenen, signs, zeg maar, die jij binnenkrijgt om dat proces met jouw tweelingziel bijvoorbeeld te helen. Er komen echt random dingen ineens binnendruppelen. Ik vertel ze maar gewoon. Want heel vaak krijg ik daarna, na een reading van iedereen, heel veel lieve reacties. Van ja, ik resoneerde er zo mee wat jij zei. Dat klopt. Dus ik gooi het er allemaal maar gewoon uit. Ik heb van Lorraine Victor wel bekend van de prachtige engelen decks. Het engelen tarot voor jullie bijgepakt. En het kan zijn dat je wat geritseld wordt op de achtergrond. Maar dat is mijn poes, mijn kat Pip, die even nu tussendoor haar nageltjes gaat krabben. Dat hoort er ook gewoon bij. Dat gaat gewoon door. Maar ik heb dus echt, het vielen ook gelijk. Ik vroeg om 5 kaarten. En ik kreeg ook als allereerste kaart, kreeg ik de dromer, de 0. In het tarot staat deze ook voor het beginpunt, maar ook wel voor het eind. Er is geen begin en er is ook geen eind, is meestal wat er daarbij gezegd kan worden. En zo voelt het ook, want dat is ook waar de energie van morgen, van die 5-5-poort, ook een beetje om draait. Grote gebeurtenissen, laat alles ook achter je wat jou niet meer dient. En er staat hier ook een sprong in het geloof. Ga je dromen achterna. Er komen allemaal onverwachte kansen. Hè? En het kan voor jou betekenen dat er morgen iemand bij jou voor de deur staat met een prachtige boodschap. Of je kan eindelijk op financieel gebied, hè, net even een aanbod krijgen van iemand die, hè, je mag gaan ontvangen. Ik hoor iets met ontvangen. Je mag gaan ontvangen en daar komen onverwachte kansen en dat kan op verschillende manieren zijn. Door die prachtige energie van de Engelenpoort. Nou, die als eerste. En voor je tweelingzielenproces geldt dit eigenlijk hetzelfde. Ik ga het weer zeggen, mits loslaten. Er bestaan soms nogal wat misverstanden over het loslaten van je tweelingziel. Ik bedoel met loslaten het niet je tweelingziel vergeten of niet meer hopen of dromen of whatever dat je niet bij hem of kan zijn. Maar het vraagt wel een stukje geaardheid daarin om niks te verwachten. Want als jij nog steeds heel erg verwacht van jouw tweelingziel dat hij misschien iets voor jou doet, ik noem het maar, het maakt niet uit. Dan heb je verwachtingen en dan laat je niet los. En het klinkt misschien heel deprimerend hoe ik het breng en dat is absoluut niet mijn bedoeling, maar ik probeer dat hele geromantiseerde ook weer niet aan jullie over te brengen. Omdat het, ja,
het kan soms voor jou in de buitenwereld anders uitpakken dan jij aanvoelt in de energie. Omdat in de energie is jouw tweelingziel altijd bij je. Gaat hij ook nooit meer weg en hoef je hem echt niet los te laten. Hij is jouw wederhelft en dat is helemaal goed, dat is helemaal prima. Dat wou ik nog even erbij zeggen. Maar de kaart die er daarna heel mooi een bruggetje naar geaard zijn. Deze dagen kunnen nogal veel met je doen. Je kan gaan zweven, maar hè, door alle gebeurtenissen en door de energie. Dus blijf geaard. En dit is echt ook een kaart die staat voor toewijding naar jezelf. Tijd om je schouders eronder te zetten en krijg dingen voor elkaar voor jezelf. Hè? Blijf dicht bij jezelf. Neem de dingen, de stappen die je onderneemt, neem ze serieus voor jou. Ga uit van het uitgangspunt voor jezelf. Dat is een hele slechte zin, maar ik ga soms ook Engelse teksten door. Dus dat is heel lastig met vertalen. Je moet uitgaan van jezelf. En deze is heel mooi, want ik doe me denken gewoon aan je tweelingziel op het paard. Hij is er nog steeds. Hij wacht wel. Maar blijf geaard. Jouw ridder op het witte paard, jouw prins op het witte paard, die is er echt nog wel. Morgen ook nog. Altijd in de energie. Wat er ook gebeurt. Maar jij bent nu heel belangrijk dat jij hier aanwezig bent. In het hier en in het nu. Ik kreeg daarna eenheid. Het is zo'n mooie kaart voor deze dag. Voor de vijfde kaart. Een union. Nou gaat het dus om de union. Die kaart in jezelf. En aartsengel Sandavon komt hier naar voren. Is een prachtige engel ook. Union krijg ik door bij deze kaart. Maar union is echt de dag dat je de union vindt in jezelf. Dat je dichter bij jezelf komt. Hè, de grote verandering is in eenheid komen met jezelf. Jezelf onvoorwaardelijk lief hebben. Want heb je jezelf onvoorwaardelijk lief, dan zal jouw tweelingziel ook vanzelf, nou ja, niet vanzelf. Dan komt hij ook weer op jou. Zal hij ook ergens weer op jouw pad komen of jouw weg kruisen? Alleen de kosmos houdt geen rekening met aardse tijden. Dat kan binnen een maand zijn, dat kan binnen een week, dat kan volgend jaar of dat kan zelfs nog 5 jaar duren. En tot die tijd is het heel belangrijk dat jij jouw eigen ridder of jouw eigen prinses of prins op het witte paard bent. Dat is voor iedereen weer wat anders, hè? Dat kan voor iedereen wat anders betekenen. De kluizenaar, aartsengel Raziel, die zegt dat je de tijd mag nemen om tot jezelf te komen. Dus ook een stukje met dat geaardheid in meditatie. En je hoeft echt niet de hele dag in meditatie te zitten. Want ik weet dat heel veel van jullie gewoon werken, een gezin hebben. Maar probeer een momentje voor jezelf te pakken rondom jouw tweelingzielenproces of rondom de engelenpoort om even bewust bezig te zijn en te kijken naar jezelf. Hè, wat mag ik nog leren? Wat mag ik nog helen? Wat is het wat mij nou zo triggert? Hè? En dat kan jij, daar kan je alleen maar achter komen als jij je richt op je, ja, op jou, op jouzelf. Dus dicht bij jezelf blijft. En daar ligt daarna kwam de vier van lucht. En de Four of Swords is dat volgens mij in het rood. Hou me even ten goede. Maar dat is de kaart, de uitschakelkaart noem ik het even. Wat ik voel naar alles wat ik hier gezegd heb. Als jij te veel hooi op je vork neemt de komende tijd, de komende maand en te veel doorgaat. Dat jij de kosmos jou uitschakelt. Dus zelf zorgt voor een divine intervention. En ervoor zorgt dat jij rust pakt. Niet zo heel erg bezig bent met alles om je heen. Maar echt tot jezelf gaat komen. Dus met deze. Hè? En iedereen maakt zijn eigen keuzes. Ik ga zeker niet vertellen wat jij moet of mag doen. Maar hou me te goede. Het is een energie wat er hier ligt voor deze week, voor morgen eigenlijk. En
Wat ik nog even wil meegeven is dat het heel belangrijk is met je tweelingziel om... er komt echt zoveel binnen. Om dicht bij jezelf te blijven. Volgens mij zei ik dat al. Want er zijn namelijk op dit moment heel veel tweelingzielen die elkaar weer gaan ontmoeten. Of nieuwe ontmoetingen. En zelfs misschien wel meerdere tweelingzielen op je pad gaan komen. Ik zeg dit omdat ik daar zelf ook mee te maken heb. En dat dat steeds meer de komende tijd gaat voorkomen. Dus dat hoort ook bij de grote veranderingen, bij deze grote shift van deze tijd. Ik vind het heel bijzonder wat ik zelf allemaal zeg. Dan, dit was het wel. Het is even een korte, maar krachtige reading volgens mij. Met vijf kaarten voor de energie van morgen. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele prachtige dag. Een fijne dinsdag voor vandaag en morgen een hele fijne, mooie bevrijdingsdag en engelenpoortdag. En blijf dromen en voor alles het moois voor jezelf. Spring, jump, ga je gevoel achterna. Blijf, zeg ik, ik kom ook gewoon niet meer uit mijn woorden. Het is een hele mooie energie in ieder geval. Ik ga afsluiten. Fijne dag en tot snel. Doeg!